Een tankwagen is op donderdagavond 13 september 2017 omgekanteld aan de voet van de Schulweidenbosbrug. Enkele voertuigen op de brug raakten betrokken bij de aanrijding en liepen grote schade op. Anthony Grootvam van de afdeling voorlichting van het Korps Brandweer Suriname met de details. Tegen een tijd van 8 uur in de avond, woensdag 13 september, kreeg de brandweer dus een melding van een verkeersongeval op de Weidenbosbrug. De brandweer kwam daar aan en trof een DAF-truck aan die omgekanteld was en schade bracht aan ongeveer 14 andere voertuigen. Deze DAF was een olietanker met 20.000 liter diesel erin. De oorzaak hiervan was dat de remmen van die DAF-truck het op een gegeven moment niet meer deed, waardoor hij niet meer kon remmen. De brandweer was op dat moment daar aanwezig meer om de veiligheid in het geval dat iets mis zou gaan. Die begreep dat het gaat om diesel, maar gelukkig was er geen lekkage. Maar jammer was er een slachtoffer die vervoerd moest worden met de spoedeisende hulp. Want zij raakte op een gegeven moment onwel door het geval. De brandweer was voorbereid. We kregen de melding ook binnen dat het ging om een olietanker. Dus de brandweer ging met man en magne daar. We gingen met de post CMP, de centrale post, was ermee belast. Dus we gingen met 3 voertuigen naar daar. Dus namelijk die hulpverlenende voertuig, dus de HV. En de haakarm, die is die dompelpomp. En onze tankauto spuit. De brandweer is helemaal voorbereid gegaan. En konden de mensen daar de veiligheid garanderen op dat moment. De brandweer is natuurlijk getraind daarvoor. Ze weten precies wat ze zouden doen. De rivier is net daar. Dus we zouden genoeg water kunnen onttrekken van de rivier. De brandweer is naar daar gegaan met plus minus 17 man. Na enige tijd is een andere tanker geweest om alle olie uit die ene tanker te doen naar die andere. De brandweer was vanaf 7:30 daar aanwezig in de avond tot kwart over 4 in de ochtend was de brandweer daar om de mensen veiligheid te garanderen. Ik heb vernomen van de bevelvoerder dat er een technische storing was met die ene tanker dat diesel niet volledig overgeplaatst kon worden. Dus duurde het een tijdje dat het kon lukken.